Alfia neemt het in eigen huis op tegen HSV Vuk, de koploper van de tweede klasse C. Eerder dit seizoen won Alfia op bezoek in Den Haag met 2-1 van Vuk. De eerste kans is voor de thuisploeg een rollertje van Egberts. En even later lossen ook de bezoekers een eerste waarschuwingsschot, maar Van Kassel is alert. Dan zijn we 6 minuten onderweg in deze wedstrijd. Vuk probeert van achteruit op te bouwen, maar Alfia zet hoog druk. Van Leeuwen stoort en zit ertussen. Zuidervliet is 2 tegenstanders te slim af. Schiet en scoort. Zo komt Alfia al na 6 minuten op een 1-0 voorsprong. Zuidervliet profiteert van de slordige opbouw en tekent voor de openingstreffer van de wedstrijd. Een droomstart voor Alfia in eigen huis tegen de koploper. Marwan Vennig lanceert Ralf Zijlstra met een schitterende lange bal. Die gaat alleen op de keeper af, maar de scheidsrechter fluit de aanvaller terug voor buitenspel. In de herhaling is het lastig te zien of het buitenspel is, maar het lijkt kantjeboord wel of niet. Alfia ruikt zijn kans tegen Vuk en jaagt op meer. Weer wordt Zijlstra weggestuurd en wederom wordt er gevlacht voor buitenspel. In de herhaling is hier echter wel goed te zien dat er geen sprake is van buitenspel en dus onterecht afgefloten. Deze is wel zout. Ook Vuk creëert kansen. In eerste instantie bokst doelman Van Kassel een corner weg. Vervolgens een nieuwe voorzet. Verlengd en bij de tweede paal bijna binnengekopt door Biesheuvel. Vuk dicht bij de gelijkmaker, maar Van Kassel redt. Zuidervliet zet druk, verovert het balbezit en krijgt de bal via Van Leeuwen weer terug. Zuidervliet legt af op Van Leeuwen en die verschalkt de keeper van Vuk. Daan Van Leeuwen, de man in vorm bij Alfia, zet de thuisploeg na 28 minuten op een 2-0 voorsprong. Een echte spitse goal op het juiste moment op de juiste plaats en Van Leeuwen prikt de bal binnen. Vennig zet zijn tegenstander op het verkeerde been, die wordt gewoon het bos ingestuurd. En dan de voorzet en die bal vliegt nog bijna zelfs in het doel. Vrije trap voor Vuk, Alfia werkt weg. En de rebound gaat in tweede instantie over het doel. Vissers steekt Andani Olly weg. De buitenspeler passeert Egberts op fraaie wijze. Teruggelegd en het schot van Vissers, maar Van Kassel is alert. Alfia gaat rust in met een 2-0 voorsprong. En ook de tweede helft van de wedstrijd vliegt uit de startblokken. Van Leeuwen draait open en vindt Vennig. Vennig met een mooie boogbal. Pan klaargelegd en Zijlstra in 1 keer. Maar de redding van Nick Hasper. Alfia heel dicht bij de 3-0. De koploper moet in de achtervolging. Een 1-2'tje tussen Van der Kraai en Meinema. En koelbloedig afgerond. Vuk in de 48e minuut met de aansluitingstreffer. Een prachtige combinatie van Vuk. En Van der Kraai blijft dan heel, heel rustig en schiet de 2-1 binnen. Ook in de tweede helft zit het niet mee voor Alfia. De razendsnelle Zijlstra wordt alweer teruggefloten voor buitenspel. Alfia probeert de bal uit te verdedigen. Het wil maar niet lukken. Een hachelijke situatie voor de thuisploeg. Vennig verdedigt mee en lanceert Van Leeuwen. Die gaat helemaal alleen op het doel van Vuk af. Maar wordt door Levi Schipper tegengehouden met een tackle. Olly mist de bal. Van Kassel komt uit zijn doel, gaat achter de bal aan. Meinema gaat neer in het strafschopgebied en de scheidsrechter geeft een penalty aan Vuk. Makkelijk gegeven strafschop. Er is licht contact, maar Meinema gaat heel snel naar de grond en lijkt zich te laten vallen. Jeffrey van Roon achter de bal en de aanvoerder van Vuk maakt geen fout vanaf 11 meter. En schiet raak. De koploper komt daardoor in de 55ste minuut op gelijke hoogte. 2-2. Vrije trap van Vennig, Van Leeuwen. Met het schot, hij haalt uit. Hasper heeft de bal niet klemvast, maar is als eerste bij de bal. Wentink trekt een flinke sprint. De rechtsback wordt afgestopt met een snoeiharde tackle en schreeuwt het uit. En Biesheuvel krijgt terecht een gele kaart voor die overtreding. Vissers op zoek naar een afspeelmogelijkheid. Draait zich om, dan terug naar Olly. Die gaat buitenom, geeft voor.
En Meinema loopt de bal binnen. 3-2 voor Vluk. Of nee? Nee, toch niet. De scheidsrechter keurt de goal af vanwege hens tot ongeloof van de bezoekers. Die protesteren. En vervolgens keurt de scheidsrechter het doelpunt toch goed. In de 65e minuut toch wel een 3-2 voorsprong voor Vluk tot afgrijzen van Alvia. In de herhaling is het lastig te zien of Meinema de bal met de hand of met de borst binnentikt. De beslissing van de scheidsrechter zorgt voor onbegrip op de bank bij Alvia. Trainer Marcel Vondeling is woest en laat zijn onvrede duidelijk merken. Uiteindelijk krijgt iemand van de technische staf zelfs geel. Niet veel later. Is Zuidervliet te laat en maakt een overtreding op Frank de Lange. De scheidsrechter is het commentaar van Vondeling vervolgens helemaal zat. En geeft een gele kaart aan de trainer van Alvia. Vissers gaat op avontuur. Doet het helemaal zelf. Steekt bijna het hele veld over. Speelt de bal af naar Meinema. Die houdt het hoofd koel en maakt zijn tweede treffer van de wedstrijd. Vuk met een mooie comeback van 2-0 achter na de eerste helft. Naar een 4-2 voorsprong in de 69e minuut. Een mooie actie van Vissers en Meinema schiet de bal langs Van Kassel. En zo een 4-2 voorsprong voor Vuk. In de 82e minuut een slechte terugspeelbal van Vuk. De keeper komt uit zijn doel, maakt een sliding, maar raakt de bal met de hand buiten het strafschopgebied. Dus hens. Ondanks het onscherpe beeld is de hensbal wel zichtbaar. Het doel was leeg geweest, dus een directe scoringskans. Maar de scheidsrechter geeft slechts geel aan Hasper. En dus komt Vuk nog heel goed weg. De vrije trap van Luc Samson en hij raakt de paal. Vennig trekt naar binnen en zet Van Leeuwen vrij voor het doel. Maar die raakt de bal helemaal verkeerd. Nog een enorme mogelijkheid voor Alvia in de slotfase. Van Leeuwen kan de misser zelf nauwelijks geloven. Alvia gaat uiteindelijk na een knotsgekke wedstrijd in eigen huis met 4-2 onderhoud tegen Vuk. Wat een wedstrijd heb ik vandaag gezien. Nou, alle emoties even afhalen. Laten we eerst eens even kijken naar de eerste helft. Ik heb een geweldige Alvia zien spelen de eerste helft. Ik had ook beloofd, hè, Kees, een spektakelstuk. Nee, ik heb echt een waanzinnig goed Alvia in de eerste helft gezien. Ik denk de beste eerste helft onder mijn leiding, met hoog druk. Fuck werd alleen gevaarlijk vanuit hoekschoppen en vanuit een verre inworp. En je staat 2-0 voor en volgens mij word je in de eerste helft ook benadeeld. Want volgens mij loopt Ralf drie keer alleen de keeper af. Nou, dat is bij lange na drie keer geen buitenspel. En als... ja, die is ook zo snel, joh. Misschien maakt dat het ook moeilijk om dat goed te beoordelen als scheids, zit ik me te bedenken. Nee, ik denk dat je de beelden terug gaat kijken en dat we dan echt weer onze verbazing uitspreken. En dat is ons nadeel. Wij hebben een eerlijke grensrechter. En deze grens die pikt gewoon, maar ik vind als scheids dat je daar veel adequaat tegen moet optreden. Ja, en de beelden gaan het uitwijzen, maar de jongens werden enorm benadeeld. En dat vind ik eigenlijk nog het ergste voor mijn gasten. Ik heb je gevraagd om voor de camera te komen, omdat het je eerste wedstrijd is weer na 6 weken blessureleed volgens mij. Dat klopt. 17 februari, want mijn neefje was jarig op die datum. 17 februari was mijn laatste wedstrijd dat ik gespeeld heb. Dus ja. Vorige week de laatste 5 minuten ingevallen. En nu weer vanaf het begin mogen starten. Dus daar ben ik zeker heel blij mee. Hoe beviel dat voor jou weer vanaf de basis meteen erin? Hoe is het gegaan? Fysiek ook? Ja, nou, het was goed. Het was prima. Lichaam voelt weer goed. En het is gewoon heerlijk om weer een bijdrage te kunnen leveren in plaats van aan de zijkant te staan. Dus dat was geweldig. Alleen na 60 minuten was het wel op. Dus rustig aan, maar we komen terug.